EA heeft zojuist een 91 rated Son uitgebracht. En hij heeft 5-star skill moves en 5-star weak foot. En vandaag redt hij zichzelf en zijn teamgenoten van gediscard worden. Maar eerst moeten we wat teamgenoten voor hem zoeken. En daarvoor maken we gebruik van dit rad. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst een formatie nodig. 4-3-2-1. Helemaal niet verkeerd. Eigenlijk best wel een grote fan van. We gaan beginnen met een center forward. Het wiel staat vol met pakketjes en leuke dingen die we kunnen doen om spelers te krijgen. Als allereerst onder de 10k. Dat is dan minder leuk. En als ik zo zit te kijken, zijn er een paar spelers die mij opvallen. Waaronder deze Christopher Nkunku. Ik heb hem dit jaar nog helemaal niet gebruikt. Dus ik moet hem wel een kans geven. Laten we hem kopen. Nkunku, welkom in het team. Zodra we het team hebben gebouwd, gaan we één potje FC24 spelen. En zoals het er nu naar staat, moet ik 3 random spelers uit dit team discarden. Maar elke keer als Son scoort, redt hij 1 teamgenoot. En dat betekent dat ik dus 1 speler minder hoef te discarden. Dus als ik een hat-trick score met Son, is iedereen veilig. Laten we een center mid halen. Hopen dat we dit keer iets beters krijgen dan onder de 10k. We krijgen... Nee. Oh, een blinde packpick. Oh, dat is zo dichtbij. Zoals je ziet zijn er echt gigantisch veel packs in de store. En ook 5 verschillende categorieën waarin we packs kunnen krijgen. En waarom niet laten we het gewoon Siri vragen. Hey Siri, kies een nummer tussen 1 en 5. Het is 4. 4. Dat betekent dat we gaan naar Packs for You. En dan is het 1 van de 2. Hey Siri, kies een nummer tussen 1 en 2. Het is 1. Een 50.000 muntenpakket. Die gaan we openen. Wat is dit? Is dit een icon? Een centerback van RB Leipzig? Wat voor kaart? Thunderstruck Kloosterman. Het is alleen geen center mid. Het probleem is, als er geen center mid in dit pakketje zit, ja, dan heb ik een probleem. Tyler Adams. Ja, dat is ook echt de enige center mid. Oh, Tyler Adams. Met die statistieken, ik denk dat ik Kloosterman op center mid ga spelen. Ja, Kloosterman staat op center mid. Laten we gaan voor een linksachter. Ik hoop dat we een keer wat goeds krijgen, want tot nu toe zit het niet echt mee. We krijgen een gouden speler. Een gouden linksachter. Ik mag iedereen kiezen in mijn club of niet in mijn club. Wie kunnen we dan kiezen? Er zijn echt geen goede linksachters. Mitogi heeft veel pace. Dat hebben we gewoon nodig. En gelukkig heb ik hem ook al in de club. Oh, dit ziet er niet al te best uit. Laten we gaan voor center mid. En daarvoor hebben we een clubkeuze. De center mid uit mijn club van de Premier League hebben we Bernardo Silva team of the year. Maar als we verder kijken, ik heb hier ook Zinedine Zidane. Die wil ik nemen. En dat is een flinke upgrade voor ons middenveld. Zo snel kan het ook gaan. Laten we gewoon doorgaan naar de volgende speler. Een centerback. En dat is een icon. En waarom niet? Laten we voor Maldini gaan. Maar wel de normale Maldini. Zoveel munten heb ik gewoon niet, oké? Maldini, 546.000 munten. Welkom in ons team. Ons team wordt al beter en beter op naar nog een centerback. Ik hoop op iets goeds. We krijgen een brons. Oh nee. Gelukkig is het achterin. Het maakt niet uit hoeveel goals we tegenkrijgen. We moeten gewoon winnen. Wie is dan het beste om achterin te zetten? Oh. Ik zie Phillips. Ja, nou, we nemen hem wel. In ieder geval een Premier League speler. Dus dat zorgt weer voor teamgeest. Laten we gaan naar center mid. Ik hoop eigenlijk op wat vets. Misschien een SBC. Misschien een speler die heel veel waard is. Of nog een clubkeuze. Ik klaag niet. Alleen, ja, de hele tijd clubkeuzes. Dan wordt het wel een beetje een saaie video. We moeten in ieder geval een middenvelder hebben van de Premier League. Laten we Bernardo Silva kiezen. Het middenveld is klaar. En wauw. Alleen die Kloosterman is toch wel jammer. Laten we gaan voor een keeper. Ik hoop dat we nu wat leukers krijgen. Een speler van boven de 100.000 munt. Onder de 10.000 munten. Een keeper onder de 10.000 munten. Wat kost Ederson? Ederson kost 14.000. Oh. Emiliano Martinez. Ik denk dat dat een goede keuze is. Welkom in ons team. Niet het beste backline tot nu toe. Soms heb je geluk, soms heb je ongeluk. In dit geval mogen we een SBC-speler uitkiezen. En dat moet dus een speler zijn die nu beschikbaar is in een SBC. En het gaat om een spits. Hoylund is beschikbaar. Dat is misschien wel een hele leuke. Je hebt ook Evan Ferguson. Of Dodi Lukebakio. Maar die valt niet echt binnen onze competitie. Weet je wat? Laten we gaan voor Evan Ferguson. Maar wel de versie met 5-star weak foot. Dat gebruik ik meer. En voor een of andere reden is die ook echt heel erg goedkoop. Dus Ferguson, welkom in ons team. Ja, dat ben jij. Oprecht, best wel een goede toevoeging. Ik ben er blij mee. Ja, dit team, ik weet niet wat ik ervan moet vinden.
ik heb er wel vertrouwen in. Weet je wat? Als ik de wedstrijd verlies, dan discard ik alsnog één speler. En weet je, we gaan niet stoppen met het spinnen van dit wiel totdat jullie allemaal geliked hebben en geabonneerd. Dus like en abonneer even. Oké? Okay? We gaan voor 50.000 aan het einde van het jaar op dit kanaal. Wat krijgen we? Een speler meer dan 100.000 munten. Als je niet door had, het moet een rechtsback zijn. Dus we kunnen gaan voor deze Reece James kaart. Het is een SBC, maar er is een nieuwe Zanetti kaart uit die ik eigenlijk echt heel erg graag wil proberen. Dus waarom niet? Laten we die gewoon nemen. Game time en er zijn 4 discards waar ik risico op loop. Elke goal die Son scoort gaat er 1 vanaf. En als ik win, gaat er natuurlijk ook 1 vanaf. En de team bij elkaar is ongeveer 5 miljoen coins. Dus ik wil echt niemand discarden. Oh, dit is... Oh, hij heeft het was een heel goed team. Maar dat betekent niet altijd dat ze goed zijn. En onze tegenstander begon sterk aan de wedstrijd. Oh, ingeleverd Maldini. En dan is het 1-0 voor mijn tegenstander. En Kunku, terugleggen. Ferguson nog een keer. Bernardo Silva jaagt hem over. Silva. Tussen iedereen door. Daar is Son. Son, nee. Maar toen gebeurde er dit. Son. En daar is de eerste. 1-1. Silva. Son. Son. En daar is een tweede. 2 goals. Dat betekent nog maar 2 discards maximaal. En we creëerden kans na kans. Son versnelt langs iedereen. Daar gaat Son. Son langs de keeper. En dan is het afmaken. En dat doet hij. Dat is zijn derde. Son. Als we nu winnen, zijn we vrij van de discards. Maar ik wil er nog meer proberen te scoren met Son. Oh, richting Son. Oh, die is snel. Son over de keeper heen. Gaat erin. Hij gaat erin. 4-1. 4 keer Son. Binnen toe Son afleggen. Daar is Bernardo Silva. Maar toen sloeg mijn tegenstander toe. Oh, uit het niks. Komt daar mijn tegenstander met Prins. Lewandowski. Oh, paal. Zidane wordt weggestuurd. Daar gaat Zinedine. Zidane rond het af. En dan is het 5-2. Oh, bal naar de andere kant. Prins bereikt. Prins. En wat een tackle van Phillips. 60 reden te hoog was die. Phillips is echt heel goed in dit spel. Ik weet niet waarom. En ook al scoort mijn tegenstander nog de 5-3. Van voor en dan uit de niks is daar 5-3. Was mijn tegenstander dan ook nog eens de 5-4 scoort? Oké. Hebben we weer een wedstrijd. Lewandowski, oh. Silva. Oh, bal naar de andere kant van het veld. En daar kan Dybala wat doen. Dybala. En dan zit wel Maldini daar nog tussen. Maar gaat de bal er alsnog in. En het is 5-5. Nu moeten we toch weer serieus aan de slag. En Kunku wordt hard neergelegd. Kunnen we hier wat mee? Zinedine Zidane. Zidane, paal. Maak het af, iemand. Ja, hij zit. In de laatste minuten is het Lucas Kloosterman. De man op de verkeerde positie. Die ons naar de overwinning schiet. Oh, bal tussendoor. Daar is Keyoro. Wat een tackle van Phillips. Keeper mee naar voren. En daar gaat hij ook naartoe. Nee. Wegwerken. En zo eindigt deze wedstrijd. En winnen wij 6-5. Dankzij 4 doelpunten van deze Son. Dat was heel close. Maar geen discards. Dus like, abonneer en klik even hier als je nog een video wil kijken.